De vloeistofdrompel is een soort van poeder met daarin een vloeistof. Als je je gewoon onder snelheid houdt, verneem je er eens niet van, maar hier te hut. Ja, dan is die steen hard, zeg maar. En, je moet het vergelijken met springen in een zwembad van een hoge duikplank en dan op je buik terechtkomen. Dan voel je hoe hard water is en zo hard kan water in die drempel dus ook zijn. Aanvoelen op het moment dat je daar te hard tegen aanrijdt. En dat is natuurlijk niet goed voor je auto en dat straft natuurlijk de mensen die het verkeer doen af. Rietslid Korstel maakt kaam met het idee. Die hierdere zullen lezen. De vloeistofdrompel is nevens hem tegen geschikt voor de werringrichting van de Suderkade in Frentjer. Een stritte dat meestal die iets vissend hut rieden wordt, maar werd gewone drompels. Hij is net geschikt binnen vanwege de oudere hoezen. Ze zijn gevoelig voor trillingen in de bodem. En het neveneffect is van zo'n drempel is dat hij bij langzaam verkeer dus geen trillingen doorgeeft aan de bebouwing eromheen. En dus zijn ze minder schadelijk. Dus ik verwacht dat dan de klachten van omwonenden ten aanzien van het zware verkeer wat hier langs gaat, zal afnemen. Dat hoort aan mij net. Het mij wel eens verbleeuwen. Dit voldoet wel? Jawel. Maar heb je last van het verkeer en de auto's die hier langskomen? Ja, ze bleven nooit een eindje van de gevel al, hoor. Let op me zo. In opdracht van het college van BNW onderzoekt de gemeente de komende tijd de voor- en nadelen van een nieuwe drompel. En waar weet, wordt Frentjer trendsetter van heel Nederland.